Niks is meer hetzelfde. Oh ja. I die. Ongelooflijk. With you. My knees fall down into the floor. In deze video neem je mee hoe een mooi en fijn verblijf op het eiland Tinos abrupt veranderde in een nachtmerrie. Degene die het meest met ons meeleeft, het meest van met ons meegeniet, die is er straks niet meer. Ja, half november. We waren inmiddels 3 maanden op Tinos. We hadden het heel erg naar ons zin. En we wisten dat mijn moeder die dag onderzoek zou krijgen. En ja, we hoopten natuurlijk dat het niks ernstigs zou zijn. En toen kreeg ik een berichtje van mijn moeder dat de huisarts 's avonds zou langskomen om uitslag te geven van het onderzoek. En ja, dan weet je het al. Het zit niet goed. En 's avonds vervolgde een nieuw berichtje van mijn moeder dat ze ongeneeslijk ziek is. En nog maar een paar maanden te leven heeft. Ja, een schok. Ja. Ik zakte in elkaar. Het is gewoon vreselijk. Het ergste nieuws wat je maar kan bedenken, dat is... Dat, ja, dus. Wij zijn Dutch Nomad Koppel en sinds 2016 reizen we fulltime de wereld rond. Gezondheid. Ik ben Tino. En ik ben Angela. En sinds 2018 reist onze dochter Filou vrolijk met ons mee. We zijn continu op zoek naar de ultieme vrijheid. En die vrijheid vonden we hier op het eiland Tinos. Slightly growing within me, like a thunder. Ben je er weer? Dat mag je dadelijk ook vertellen. Wat was dat waarom we ons gelijk thuis voelden? Ik denk vooral het pure en de natuur, de rust van het eiland. Ja. Ja, ook omdat het natuurlijk coronatijd is, maar het is sowieso een eiland waar weinig toerisme is. Ja, daar waren we ook naar op zoek. Een rustig eiland waar we gewoon lekker konden genieten van elkaar. Ja. En veel hiken, veel lekker naar het strand. Echt genieten van het mooie weer, de ruimte, lekker eten. Ja, lieve mensen. Ja. Ja. Wat is dat? Koffie! Wat is er mee? Koffie! Koffie? Ja! Nou, die snel eens pakken, hè? Soms word je wel een beetje gek van al die Nijntenliedjes. Maar Filou vindt ze heerlijk. En de koffie is lekker. Dat is trouwens gewoon Lavazza. Het rode merk. Echt 2,5 schepje voor 2 kop. Ja, 4 kopjes eigenlijk. Maar ik doe dat dan in 2 kopjes waar normaal 2 kopjes in gaan. Dus dat is 2 keer 2 is 4. Dus het is voor 4 kopjes. Dat is allemaal logica voor de vroege ochtend. En je hebt er helemaal niks aan. Maar hij is wel echt goed deze. Dus... Hadden we samen koffie gezet, Filou? Ja. Ja, hè? Kijk. Komt-ie. Komt-ie. Broodje met rozijntjes lekker? Ja. Oké, zullen we even tafelkleed ook doen? Ja. Oké. Vegan pasta, maar ook kalvee pindakaas. Peanut butter, en dan staat er nog iets onder in Grieks. Ah, dat Grieks, daar maak je echt helemaal niks van. Ben je die? Ja. Op je brood? Dat wat ik aan heb is misschien wel te warm. Eerder een korte broek of een jurkje. Ja, precies. Het is zo'n mooie dag. Het is een zomerse dag. Heerlijk. In november. Ja. Volgens mij wil er iemand in de auto. Oh, ja, we gaan. Heb jij de sleutel? Filou moet nog erg wennen aan de steentjes en het zand.
liever niet aan de voeten. Ja, zolang we hier al zitten, wil ik een supermooie timelapse maken van die zonsondergang. Het komt er eigenlijk steeds niet van, maar ik denk dat die vandaag wel heel bijzonder is. Nee, hij is vandaag heel bijzonder. Zeker voor onszelf, vrijdag de 13e. Een dag dat er een hoop veranderde. Maar het verdient zeker om deze timelapse vast te leggen. Ja, liefie. Oh, sta je daar, liefie? Wat een mooi plekje. Papa naar boven toe komen? Ja. Nou, je ziet het. Papa moet naar boven toe komen. Hoi, schatje. Wat gaan we doen? Video's maken, hè? En toastjes eten en wijntjes drinken. Toastjes en wijntjes drinken. Dat is het belangrijkste voor nu. Ja, het is wel een prachtige zonsondergang. Over 2 dagen vliegen we naar Nederland. Precies. Gaan we vasthouden, knuffelen. We gaan met haar lachen, huilen, leven. Ja, alles. Wow. Ja. Genieten van de laatste maanden, weken. Maanden die we met haar hebben. En wat je zegt, we troetelen en mooie dingen. En ze vooral nog laten genieten van Filou en van jou. Ja. En van onze familie. Ja. Dat was, ons hart was nog nooit zo duidelijk wat we moesten doen. Nee. Ja. We gaan terug naar je moeder. Terug naar Nederland. Wetende dat er heel veel geregeld... Gezondheid! Ja, er moest gewoon heel veel geregeld worden. We hadden ons huis verhuurd in Nederland. We hadden op Tino's een huis gehuurd. Dat moesten we opzeggen. Plannen die we hadden voor 2021. Ja, retreats organiseren. Op die plek. Andere opdrachten die liepen. Ja. Dat stopte. Op zoek naar een nieuwe plek in Nederland, vervoer. Reizen in lockdown, want Griekenland was in een lockdown, dus kunnen we wel weg. Ja, Nederland. Heel veel obstakels in die zin. We weten gewoon als we ons hart volgen, dat het goed komt. En het is ook de afgelopen 5 jaar dat we continu op reis zijn. We hebben zoveel obstakels meegemaakt. Dat hoort erbij. En we weten ook dat het altijd goed komt. Wat is er gevallen? Rozijntjes! Rozijntjes? Oh ja, dat gebeurt altijd net op het moment dat we bijna weg moeten, hè? Ja. Nou, moeten we dat nog maar even opruimen. Ja. Waren ze wel lekker? Ja. Nou, dat doen we ze hier zo. En dan doen we ze weg. Ready to go. Alles is ingepakt. En op naar de boot. En dan, het wordt een hele dag reizen. Stoppen de sleutel. En, voor Evangelus. En dan, maar we komen, het is wel, hoogstwaarschijnlijk komen we hier terug. Ja, toch? Ja. En dan gaan we hier mooie retreats organiseren. Nou kom, we gaan. We komen klaar. Zien aan de camera. Oh, afdoen, ja. Prachtig. Heel mooi. Alles. Ja, kijk eens. Wauw, nou je bent er klaar voor, oude wereldreiziger, hè? Ja, een echte hartstikke reiziger. Goed. Kom, we gaan. Ja, we gaan. The wild dog spark, but wait, stand still, they'll chase you down. But Filou, zie je de boot? Don't kill. Zie je hem? Hey! Zie je, hè? Your eyes, the bright shade of your blue. We zijn net onderweg en achter mij is de plek waar ons huis is, in de bergen. Ik denk dat je het bijna niet ziet, zo ver weg. Gelukkig mooi weer, maar met heel veel tranen zijn we aan boord gegaan en gaan we op weg naar Athene. We zijn nu in Athene. In de poort, net aangekomen met de boot.
4 uur was het varen, maar het vloog voorbij, dus dat is fijn. En nu de taxi naar het vliegveld in Athene en dan lekker naar Schiphol, waar onze vriend Bart ons komt ophalen. Dus, leuk om hem weer te zien. And I don't wanna be sitting alone in a room that's just filled with my soul. And so I came to this place. Het is echt bizar zo stil als het hier is. Leeg, alle restaurantjes dicht, we zijn natuurlijk in lockdown. Op zich wel relaxed dat het rustig is, dat is wel een voordeel. Maar het is stil bizar. Ik pik af en toe gewoon een lekker kusje, hoor. Hier, kijk. Heerlijk. Lief schatje. Ja, lieve. Ja. Lieve schat. En lieve pop. En Filou. Lieve pop. Ja, oma's lieve poppie. Is een poppie. Ja, lieve poppie. Echt een fijn moment, hè? Je moeder in de armen. Heerlijk, sluiten. Echt zo'n opluchting. Echt niet, ja, gewoon. Daar keken we zo naar uit en mijn moeder ook. En vanaf dat moment was het goed. En toen konden de behandelingen ook beginnen. Ja. En ja, die zijn, ja, het slaat gewoon boven verwachting goed aan. Dus daar waar we eerst in maanden dachten, ja, kan het nu zomaar zijn dat ze een jaar of misschien wel langer te leven heeft. En dat geeft ons gewoon veel meer tijd. Ja, om herinneringen te maken. En, ja, dat is echt wel echt heel fijn. Heel en, dankbaar voor. Nou, dat was een... Dat denk ik wel mooi, hè? Hartstikke mooi. Ja. Dat is een mooie emotionele video, vooral ook voor onszelf. Ja. Om die herinnering te hebben. Ja, denk ik ook. En vooral ook te delen nu met mensen die zoveel mooie reacties hebben achtergelaten toen. Ja, dat is gewoon Volgens mij hebben we alles wel in staan. Ja. We gaan hem wel maken. We gaan hem maken. Gaan we hem nog zwaaien, Fina? Naar iedereen? Ja? Tot de volgende keer. Tot de volgende video. Ga je nog zwaaien? Doeg! Doeg. Mooi hoor. My head feels weird, I'm feeling numb. Nou, schatje. Echt een